Maar het schijnt ben ik wat dikker geworden. Ik ben 120 kilo afgevallen en zei tegen mij, Kamal, dat is heel normaal. Je gaat heel veel afvallen, dan bereik je een plateau en dan kom je terug bij. Hè? Maar ik kom van 200 kilo, dus ik ben heel blij dat ik sta waar ik nu sta. Maar ik ben ook heel mijn leven dik geweest. Hè? Al op mijn 10 jaar, dat is echt waar, woog ik al 76 kilo. Op mijn 12 jaar woog ik 104 kilo. Ja, en dan moest ik zo naar het CLB. Ken je dat? CLB, zo de PMS van vroeger, hè? Dan kwamen ze me elk jaar zeggen dat ik dik was. Alsof ik dat zelf niet zeg. En weet je wat ik ook haat aan het CLB? Dat was elke keer als ze zo aan je balletjes voelen, weet je dat nog? Hé? Ah, dat is gezond, hè, jongen. Tikkelingelingelingeling. Het probleem was, ik woog toen 104 kilo, hè. Zoek ze maar. Maar ik ben heel mijn leven dik geweest, dat is echt waar. Hè. Op mijn 15 jaar bijvoorbeeld woog ik al 145 kilo, op mijn 16 jaar 165. Dan ging ik naar de UNIF, 180 in mijn bachelorjaar, woog ik 200 kilo. En in mijn masterjaar woog ik error. Maar dat was goed, want ik kon eten wat ik wou. Mijn gewicht bleef E. En lang stabiel gebleven. 200 kilo, dat is veel, hè. Dat is een vijfde ton. Dat is een Fiat Panda. Volgens mijn dokter hoorde ik bij de vier dikste mensen van Vlaanderen. En volgens ons moeder was ik daar drie van. En ik voelde mij vaak slecht. Ik denk, iedereen is soms wel zo wat, een beetje onzeker over zijn of haar gewicht. En ik had dat heel hard, dus ik voelde mij vaak heel eenzaam. En dat was Kamal in zijn puberteit. Dik en eenzaam. Echt waar, ik was gewoon vet en eenzaamheid. Die heeft zelfs een pak boter naar mij genoemd toen. Solo. Maar zo eenzaam was ik niet, want ik ben moslim, snap je? Moslims zijn nooit eenzaam. Want de staatsveiligheid volgt ons overal. Maar ik ging heel vaak naar de frituur, dat deed ik dan. Dan ging ik zo naar de frituur en ik bestelde heel veel dingen op de frituur. Op de frituur. In de frituur. Om dan in mijn zetel te gaan zitten en naar documentaires te kijken. Zo. Dat deed ik echt heel graag. En dan ging ik naar de frituur en ik bestelde daar wat ik heel vaak bestelde. Hè. Vier grote pakken friet. Eén met stoofvleessaus, één met warme curry, één met Andalous, één met joppie. Vier bikkie burgers, drie gewone burgers, twee visburgers, twee bamischijven, twee fischsatés. Drie curryrollen, twee curryworsten, twee curryworsten speciaal. En van die mitraillette, ken je mitraillette? Van die broodjes met die kipburgers, zo crunchy en dan frieten erop. Lumpia's, een cola light, we gaan niet overdrijven natuurlijk. Maar dat was het moment dat ik ook doorhad dat ik wist, Kamal, 200 kilo is te veel. Dat was op dat moment. Want ik bestelde al dat eten, ik had 200 kilo, hè, en dan ging ik in mijn zetel zitten. Zo, hè, en dan lag ik in mijn zetel hè, en met al dat eten. En je moet weten, ik had slaapapneu. Dus als ik zo in de zetel ging liggen, dan zat dat vet in mijn luchtpijp. Dus in de zetel klonk ik zo... Ik was heel aan het kauwen, zo... En mijn buik kromde. Ik zweer, mijn lichaam, dat was precies een bouwwerf. Echt, als ik zat en geluisterde heel goed, konden soms hier twee Polen horen discussiëren over Giprok. En dat was toen dat ik door het Kamal, 200 kilo is te veel, want ik was aan het eten en ik zette een documentaire op. En die documentaire ging als volgt en toen had ik het door. Het ging zo. De bruine beer komt vaak voor in Noord-Amerika en zij kunnen tot wel 150 kilo wegen. Shit. En dan was moeder van de keuken, hè. Hij zit er wel, papzak! Jij weegt meer als een beer! Ik weet het, Marokkaanse moeders, als die wanhopig zijn, dan doen die deze. Ah, jij weegt meer als een beer! Ik zeg, ja, mama. Als ik een hele dag zalm en gras eet, gelijk die beer ken ik, dat doe ik ze nu. Dat is geen bruine beer, dat is een anorexia-beer.